voordat het openbaar gehoor plaatsvond, werden ten paleize de consulaire vertegenwoordigers der bevriende mogendheden door den gouverneur-generaal in audiëntie ontvangen tot het aanbieden van gelukwensen namens hun regeringen aan Hare Majesteit koningin Wilhelmina, waarna zij gezamenlijk door zijn excellentie den gouverneur-generaal werden toegesproken. Volgde het openbaar gehoor, het plechtigste ogenblik van deze grote dag, waarop bij monden van meester Jonkman, voorzitter van den Volksraad, de gelukwensen van de gehele bevolking van Nederland-Indië voor Hare Majesteit koningin Wilhelmina aan zijn excellentie den gouverneur-generaal werden overgebracht. Het leek wel of op een ieder die het openbaar gehoor bijwoonde de stempel gedrukt lag: Nederland zal herrijzen. Zijn excellentie de gouverneur-generaal beantwoordde deze rede van meester Jonkman met gevoelvolle woorden, welke een diepe indruk maakten op de aanwezigen. Het openbaar gehoor werd via de radio door de gehele archipel uitgezonden, zodat een ieder, zelfs tot in de verste uithoeken van Nederland-Indië, dit plechtig gebeuren kon meeleven. Lang hulde onder leiding van een heer Dankaert had des namiddags plaats voor het paleis van den gouverneur-generaal. Kilometer lengte, duizenden ingezetenen van Nederland-Indië's hoofdstad een grootse betoging aan zijn excellentie den gouverneur-generaal, waarin alle bevolkingsgroepen waren vertegenwoordigd, getuigenis afleggend van trouw en aanhankelijkheid aan vorsten en vaderland. Thank you.
Nederland